kleine eekhoorn en de verdwenen zaden. Het was herfst, toen Snip de kleine eekhoorn was begonnen met het verzamelen van zijn wintervoorraad met eten. Snip droomde van de grootste voorraad die hij ooit had verzameld. Zo kon hij, wanneer het kerst werd, al zijn eekhoornvriendjes uitnodigen om samen met hem heerlijk te eten met het kerstdiner in het grote dierenbos. In de winter, wanneer het kouder is en de dagen korter worden, zijn er voor de kleine eekhoorns veel minder eikeltjes, nootjes, paddenstoelen en zaden te vinden. Daarom is het belangrijk dat Snip de kleine eekhoorn in de herfst genoeg te eten verzamelt voor in de winter. De kleine Snip had al een grote voorraad eten verzameld en goed verstopt onder zijn favoriete eikenboom in het grote donkere dierenbos. De paddenstoelen bewaarde hij op een droge plek boven de grond. De zaden, nootjes en pindas verstopte hij stiekem onder een klein beetje aarde in het dierenbos. Snip moest zijn eten wel stiekem verstoppen, want Pika Pika, de ekster, was zijn grote vijand. Het gebeurde maar al te vaak dat Pika Pika zijn voedselvoorraad had gestolen. Op een zonnige herfstdag kwam Snip zijn vriendinnetje Luna tegen. Luna de eekhoorn. Iedere keer als hij Luna zag, voelde hij een raar gevoel in zijn kleine buikje. Ze noemde dat verliefdheid. Dan krijg je vlinders in je buik. Als Snip vlinders in zijn buik had, ging hij de hele dag achter Luna aanrennen. Hij keek op die dag alleen maar naar Luna. Liefde maakt blind, zeiden de grote eekhoorns. Toen hij vrolijk achter Luna aanrende, gebeurde er iets vreselijks. Pika Pika, de nieuwsgierige ekster, had snel in de gaten dat Snip zijn voedselvoorraad voor de winter niet meer beschermde. Pika Pika vond dat een mooi moment om al het verzamelde eten van Snip te pikken. Eikeltje voor eikeltje pikte de ekster het eten weg. De gemene ekster is een echte rover. Het liefst steelt hij al het eten van de andere dieren in het dierenbos. Toen Snip de volgende dag opnieuw voedselvoorraad ging verzamelen, zag hij dat zijn voorraad was weggeroofd. Al zijn voedsel voor de winter was weg. Geen eten meer. Hoe moest hij nu kerst gaan vieren met zijn vrienden? Dat kon toch niet? Wat moet hij doen? Snip ging verdrietig op bezoek bij zijn vriend Kobus. Kobus het zwijn. Misschien wist hij wel raad. Kobus was de grote baas van het dierenbos. Toen Kobus het zwijn het verhaal van de gestolen voedselvoorraad hoorde, riep hij alle zwijnen bij elkaar. Lieve zwijnen, van onze vriend Snip is al zijn voedselvoorraad voor de winter gestolen. We moeten Snip helpen. Snip kan niet zonder eten. Hoe moet hij nu kerst gaan vieren? De zwijnen waren het ermee eens. Snip moest geholpen worden. Alle zwijnen uit het dierenbos gingen voor Snip op zoek. Naar eikeltjes, zaden en nootjes. Dit keer werd de voorraad nog veel groter dan de andere jaren. Snip had niet 1, 2 of 3 verstopplekken, maar wel 10 plekken waar hij zijn voedselvoorraad moest verstoppen. Zijn droom kwam uit. De grootste voedselvoorraad die hij ooit had gehad. Nu konden echt alle dieren uit het dierenbos met kerst komen eten. Snip maakte samen met de zwijnen de allermooiste kerstkaart van het hele dierenbos.
Alle dieren werden uitgenodigd. Snip, de zwijnen en hun dierenvriendjes. En een geweldig kerstfeest in de zwijnenstal. Droom tot je dromen uitkomen. En slaap zacht. Wil jij nog meer spannende verhalen met de Kerstman? Abonneer je dan op dit kanaal. Er komen er nog veel meer. Oh, oh, oh.